Welkom en leuk dat jij kijkt naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Knol Power! Knol Power! First! Ha! Wat? Ja, gast, ik had F1 in! Oh my god. Begint het al meteen zo. Anyways, yes. Tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Minecraft Survival aflevering. Ik zet meteen even timeset day 100.000 miljoen. Timeset day 100.000 miljoen. Good. Timeset day. Mijn webcam zit uit. Echt? Ja. Wacht even. Je webcam staat niet uit, je trolt mij. Nee, ik heb net foto's gemaakt voor op WhatsApp te sturen via een PC. Echt waar? Ja, grapje! Payback de vorige keer. Ah, bitch! Ik dacht dat ik het wist, maar toch geloofde ik je uiteindelijk. Oh my god. Ja, ik heb mijn Minecraft even... ik heb op F11 gedrukt om niet op fullscreen te doen, te gaan, want ik wilde de opname weer uitdoen. Maar dankjewel Colin, nu moet ik wel fullscreen gaan. Jullie zien even zwart beeld, maar we komen straks weer terug. Anyways, tof dat jullie er allemaal weer zijn. We gaan deze aflevering weer wat toffe dingen doen. We gaan beginnen met de Polish Diorite te plaatsen bij het zwembad. Ja, spreken we over dat Polish Diorite. Dan moeten we even polished maken. Ah, kijk, maar dat is niet zo heel erg moeilijk. Ik heb dat al heel eventjes gedaan toen ik weer op jou moest wachten. Hoezo moest je op mij wachten? Ja, je moest je computer even opnieuw opstarten. Ja, omdat ik dus... Nu heb ik dit, zeg maar, mijn videokaart geüpdate, waardoor ik dus niet meer uitvalt. Ah, en hoe snel start jouw computer opnieuw op? Hoe snel was ik terug? Ja, heel snel. Ja, nou, ik denk 20 seconden of zo. Maar je bent wel een beetje zo'n computer nerd die dat precies ik weet. Ja, toch? Jij weet wel veel van computers af, laten we eerlijk zijn. Ja, meer als Davy. Oh! Oh, calling you out, Davy, fight me. Ja, denk je? Nee, dat niet. Nee, ik weet zeg maar wel hoe je wat precies doet en hoe je iets zou kunnen oplossen. Ja. Maar als het echt helemaal erin wordt van, oké, dan moet je dit aanpakken. Zoals Davy praat echt zo niet, je is altijd een beetje zo. En dan moet je dit doen en dan druk je hierop. Nee, dat weet ik dan weer niet. Ah, weet je wat het is? Heel vaak als Davies iets doet, dan kijk ik geen eens mee, joh. Die gast die gaat dan zo snel met van alles en nog wat en dan ben ik echt de weg al kwijt na 3 kliks. Ja, maar meestal googelt hij het gewoon. Ja, meestal wel, maar hij vindt dat leuk en hij heeft het geduld om het uit te zoeken. Maar ook denk ik omdat zijn interesse daar ligt. En ja, mijn interesse ligt daar niet helemaal. Meer in het opnemen zelf. Dus wel het gebruik maken dat je gewoon een computer hebt, gewoon zo. Ja, wel gebruik maken van de computer, heel erg veel zelfs. Maar, oh, dit is iets anders. Wel gebruik maken, maar niet echt de specificaties en shit allemaal goed instellen. Nee, dat is niet mijn ding. Dat is meer Davies' ding. Dat is meer Davies' ding, inderdaad. Anyways, het is vandaag weer heerlijk weer. En weet je wat het nog meer is vandaag? De laatste dag. Van de laatste. De Ramadan. Ja. Dan is het feest. Juist. En hoe geven ze dat eigenlijk altijd, zo'n feest? Dus met heel veel... Iedereen krijgt een pak suiker. Iedereen krijgt een pak suiker? En dan gaan ze op elkaar gooien. Ja, het heet suikerfeest. Nee, dan eten ze allemaal van die, volgens mij, best wel zoete dingetjes. En ik weet zeker dat er mensen zijn die morgen dan... Volgens mij is het dan morgen? Ik weet niet. Moest je me niet kwalijk nemen? Zo'n dingen weet ik dan niet. Ik weet alleen toevallig dat het vandaag de laatste dag is. Ja. Maar... Dan is het wel feest. En ik ben benieuwd hoe dat gevierd wordt. Ja, ik ook. Dus is er iemand die kijkt, meegedaan heeft aan de Ramadan? Ik zou zeggen, laat het even weten in de reacties hoe dat precies gevierd wordt. Oh, of stuur een foto op Twitter. Oh, dat is ook cool, zeg. Even een foto van hoe jij het aan het vieren bent. En wat ik ook heel erg interessant vind, is wat vind jij nou het allerzwaarste van de Ramadan? En nu zou je natuurlijk denken, ja, niet eten en drinken gedurende de overdag. Maar er zullen vast nog wel een paar andere dingen zijn die gewoon heel erg moeilijk zijn. Ze mogen ook geen seks hebben. Nee, ook geen seks hebben tijdens de Ramadan. Dus laat het weten in de reacties en ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het gewoon heel erg interessant, dat soort dingen. Ja. Nou, ja, goed, dat is dan ook even een... Want ja, we hebben het wel over Kerst, Sinterklaas, maar er zijn ook feestdagen die wij niet vieren. Maar die ook gewoon meetellen. Ja, want suikerfeest staat ook gewoon in de agenda, hè, van je telefoon. Dus het is ook gewoon een officiële... Ja, het is een officiële feestdag. Ik ga nu in mijn telefoon kijken of het zo is. Ja,
Ga maar kijken. Okay. Ik heb namelijk vanochtend nog iets in mijn agenda gezet en toen kwam ik het tegen. Even kijken. Agenda. Wat hè? Dan... Ah, misschien niet in iedere telefoon zegt D. Wow, holy shit, hier is nog wat ook. Nee, die van mij niet. Ah, die van jou niet. Ik wil trouwens wel even nakijken of 17 juli dan meteen suikerfeest is of dat anders werkt. Volgens mij is dat de nacht van, of de avond van 16 juli. Volgens mij serieus wel. Even kijken, suikerfeest, nee, gewoon 17 juli staat er. Ja, maar goed, als het nacht is, dan is het dan, ja. Ja, zal ik eens even kijken hoe dat in mijn telefoon staat? Ik ben nu wel heel erg benieuwd. Ik snap het niet meer helemaal. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat nu in mijn telefoon staat. Want het staat er wel echt in. Ik liet het namelijk aan D zien. Even kijken. I feel blessed. Oh nee, ja, klopt, 17e. Suikerfeest. En dan staat ernaast hele dag. Dus het duurt de hele dag volgens mijn agenda. Dus ik ben dan niet beschikbaar, ik ben de hele dag bezig. Oh, zou je daar ergens mee willen eten? Tuurlijk, ik zou dat wel interessant vinden hoor, serieus. Ja? Ja. Maar je hebt helemaal niet meegedaan aan de Ramadan? Nee, tuurlijk niet. Maar je moet soms gewoon meedoen met alleen de leuke dingen. Nee, maar volgens mij mag je dan ook niet meedoen, omdat je niet het hele proces hebt gevolgd, toch? Of... Een soort beloning is het ook wel. Ja, dat is het uiteraard. Het is een beloning van je goede prestatie wat je hebt geleverd. Door niet te eten. Ik vraag me dan af, val je dan eigenlijk af of niet? Of kom je juist aan? Omdat je moet dan 's nachts eten en dan ga je slapen. Maar als je slaapt, dan is je lichaam zeg maar in rust. Ja, dus niet echt zo druk bezig met verteren. Nee, dan slaan alle calorieën op. Maar dan zou je toch zeggen, dan word je juist wat dikker. Steviger, ja. Ja, steviger is wat netter woord, hè? Ja, nou goed. Kijk, je hebt zeg maar stevig, je hebt dik en je hebt papzak. Het gaat van zeg maar van rustig naar erg. En knuffelbaar. Oh ja, knuffelbaar. Dat is meteen zo'n teddybeer-achtig idee. Wauw. Wow. Fluffy. Bolly. Bolly. Ja, Bolly, ja, Bolly! Ik begin er zelf mee hoor, ik vind niet. Ja, nee, maar je bent ook wel een beetje een Bolly. We hebben Colin weer op idee gebracht. Ja, Bolly. Mij kan ik was erop bedenken, ik ga die shit over van... Hi, mijn naam is Colin en ik ben nu bij Survival samen met Bolly. Het is niet vaak voorgekomen dat iemand anders mijn intro heeft gedaan trouwens. D, die heeft een paar keer mijn intro gedaan van de vlog. Ik geloof in totaal iets van 3 of 4 keer. Ze heeft 1 keer volgens mij de intro gedaan van de Minecraft aflevering. Omdat ik toen scheid irritant was en ergens mee bezig, anders mee bezig was. Wow, 2 witjes bij elkaar. Ik ga jullie allebei ownen. First! Nee, nee, beter hè. Was jij weer sneller? Tuurlijk wel. Volgens mij hebben we echt een lag in onze Skype-verbinding, hoor. Ja, maar weet je hoe dat komt? Wij hebben onze Skype beveiligd. Ja. En er zit er zeg maar iets tussen. We hebben dat heet een VPN. Plank. Oh. VPN, en daardoor zijn we onvindbaar voor het internet. Diamonds! Echt? Holy shit, er komt vet random diamonds hier tegen. Ja, dat is echt heel random, gewoon. Ja, want ik was gewoon diorite aan het hakken en in 1 keer diamonds. Oh, mijn diorite is op. Mijn diorite. Nee, maar een VPN-etje, dat zorgt ervoor dat... Ja, ik geen idee wat eigenlijk doet. Vraag Davy maar. Maar dat zorgt ervoor dat er soms een klein beetje vertraging is. Dat is echt zo geinig. Ook als je iets vertelt in de richting van... weet je trouwens hoe dat werkt? Waarom dit en dit zo is? En dan zegt hij nou... Ja, dat weet ik ook niet, maar ik was gewoon nieuwsgierig. En dan denkt die ander helemaal dat je het weet, weet je wel? Weet zo, je wel. Zo nakkerig kwam jij ook een beetje over. Van ja, VPN, ja, vet interessant en zo. En dan kan lag veroorzaken en hoe het precies werkt, moet even deze vragen. Oh, prachtig. Oké. Ik heb geen diorite meer. Ik heb echt ziek veel diorite. Ik ben al... Was jij de hele tijd bezig met plaatsen dan? Ja. Had je zoveel diorite? Ja, ik had echt 4 stacks. Oh man, ik ben de hele tijd aan het hakken alweer. Dus ik heb echt al ziek veel diorite, dus ik kom nu weer naar boven. Oh, en dan kunnen we het afmaken. Pak jij anders alvast de sponsjes als je wil. Waarvoor? Om je rug schoon te maken, want je rug is vies. Oh ja, logisch. Nee, om de bovenkant van het zwembad leeg te maken. De bovenkant? Het bovenste gedeelte water gaan we namelijk weghalen. En daar gaan wij wat droog leggen. En dan moet je echt een duik nemen in het water. Oh ja, en we gaan een glasplaat doen natuurlijk. Dat zouden we doen. Een glasplaat met lava. En een duikplank. En een duikplank. Dus ik moet heel even kijken, waar was... Oh, daar. Als het goed is, zat hier een emmer in. Dan kan ik alvast 1 lava mee naar boven nemen. Kijk, een bucket. Eigenlijk moet er binnenkort ook weer eens de map download zetten.
Ja, de link van de map. Een downloadlink van de map. Ja, binnenkort. In de beschrijving. Bij 250 al, ergens in de buurt? Wij zijn bij aflevering 232. Oeh, ik stel voor bij 250. Ja, bij 250 is dat wel een goeie. Oké, en de knol. Ik heb de spons. Oké. Bolly, ik weet niet waar je bent. Ik ben onder de grond. Ik kom nu weer omhoog. Als het goed is, kom ik al pretty fast to the earth count. Oké, I have the spons. Yes. So, we can En je kan het alvast platleggen. Ik weet niet precies wat je nou bedoelde, dus ik wacht eigenlijk liever. Zodat het niet like extra werk is. Ja, nee, goeie smoes. Oh. Oh, pardon. Oké, 1, 2, 3. Hoed van papier. Oké, steen, papier, schaar. Oké, 3. Echt? Ja, steen, papier, schaar. Oké, wacht even. Oké. 3. Ja, 3, 2, 1. Ja! Oh, ik dacht dat we daarna nog steen, papier, schaar gingen roepen. Maar ik weet niet wat je hebt, dus ik ga dit doen. Hey, wat had jij? Ik heb papier. Oh, ik had schaar, bitch! Oh, ik knip wel even met mezelf zo. Ah! Oké, laten we het dan zeggen. Steen, papier en dan zeg jij gewoon steen, papier of schaar. Want als gewoon 3, 2, 1 en dan zeggen. Oké, 3, 2, 1, steen. Oeh, box. 3, 2, 1, papier. Oh my god! Colin, fuck jou! 3, 2, 1, schaar. Steen. Ja, fuck jou! Oh, een beetje langzaam, ik weet het, sorry. Oké, opnieuw. 3, 2, 1, papier. Oh! Wat is dit? Hoezo zeggen we de hele tijd hetzelfde? Oké, 3, 2, 1, steen. Oh, yeah! Nee! Oh, nee. Ik vermorst hem, jongen. Oké, even kijken. Glas hebben we nodig. Daar heb ik wel aardig wat van. I'm way, I feel blessed. Ik heb ze net allemaal Drake-nummers geluisterd. Die blijft echt in je hoofd zitten. Drake, die is... dat is een artiest die een van de... of die heeft nu... Die staat op nummer 1 van de meeste hits in de... meeste swing your hips. De meeste hits in de top 100. Oh, wil jij misschien de deur voor me dicht doen? Hij klapt het. Oh, wacht, Davey, wil jij misschien de deur voor me dicht doen? Hij klapt het. Nee, de deur. Die klapt de hele tijd dicht. Ik weet niet of jij het hebt gehoord, Colin, de hele tijd, maar... Ik was niet zo van het buiten. Zeg, je vindt het stond irritant, wordt helemaal woest. Oh, ik vond het zo kut. Ja, oh, echt, wat een bolly. Ja. Oh, oké, ik moet even hierheen. Dankjewel, Davy. Dit glas moet ik meenemen. En ik heb meer lava nodig. Ik weet niet of wij meer lava hebben. Wil jij eens checken? En anders wat lava halen onder de ground? Dat de ground! Maar Drake heeft de meeste hits in de top 100 ooit gehad. En weet je wat ook een cool feitje is? Dat Eminem heeft ervoor gezorgd dat de rap werd geaccepteerd in een soort van top zoveel. Want eerst werd rap helemaal niet geaccepteerd, omdat rap was altijd maar een beetje... En en iedereen van, wat zeg je nou? Hè? Nee, het zijn net Spanjaarden. En ik heb er niet over nagedacht. En toen had... Eminem ooit een hit gemaakt met Will the Real Slim Shady, please stand up, please stand up. En daarmee kwam hij volgens mij in de top 3 of zelfs op nummer 1. En dat was echt het eerste rapnummer wat echt geaccepteerd werd. En vanaf dat moment werd steeds meer rap geaccepteerd. En nu is rap gewoon volgens mij het bekendste, of niet? Ja man, ik heb gisteren nog een lekkere rap gegeten. Dat is echt van de kip. Een taugé? Nee. Fuck ja. Ik heb echt... Oké, ik zoek naar lava. Ik heb hier wel 12 emmers. Lava. Vast. Oké, cool. En waar ga ik dan... ik kan dit wel gewoon weghalen. Zo. Ik ga gewoon zelf de nether in om lava te halen. Oh mijn god, badass. Ik weet het. Als ik niet terugkom... Je bent mijn allerbeste vriend. Even kijken, dit gaat over in. Dit is mijn deep chest. Oké, cool. Hey, ik ga dit eventjes weghalen. Oké, cool. Ja, ik dacht je gaat nog wat zeggen, maar het was alleen ik ga dit even doen en dit even... Ja, oké. Ik ga dit eventjes weghalen. En... Ja, nee, dit is lekker interessant. Dan moet ik eventjes kijken van jou waar ik dat glas ga plaatsen. In je hol. Fuck jou. Oké, ik zal je niet meer pesten. Je kan het voor jezelf opnemen. Dankjewel.
Oh man, wat ik ga doen na deze aflevering is echt meteen even wat drinken, want het is hier... Oh, ik dacht... komt het hoor. Wat? Oh, deze aflevering ga ik echt even hard... Nee jongen, helemaal. Oh, waarom niet? Dat doe ik er gewoon niet, gadver. Poepen. Oh, dat wel, ja. Ja, je bent er zo trots op. Dat doe ik al het gehurkt. Wist je dat als je plassend gaat, of zittend gaat plassen... First! Nee, oh. Ik zat net in een chest. Dat is een hele rustige, smoothe first, in plaats van... First! Het is altijd first! Het is nooit first. Want dan hoor je je misschien niet, omdat de ander zo hard blert. Had ik laatst ook een keer met Dom. Dom is wel leuk. Oké, ga verder met je verhaal. Grapje. Even denken. Wist je dat als je zittend gaat plassen, dat het veel beter is voor je blaas, in plaats van staand plassen? Echt waar? Ja, dat is serieus zo. Want als je staand gaat plassen, dan zet je druk op je blaas. En als je gaat zitten, dan ontspan je je blaas meer. Waardoor het gewoon beter is voor je blaas. Oké. Ja, dat is een goede tip, toch? Ja, ik... Ja, de kijkers willen af en toe wat leren. Nou, hier heb je wat geleerd. Altijd zittend plassen. Want het is heel vaak zo dat mensen zeggen... Ah, jij zit als je plast. Gay. Maar ja, ik plas... Ik zit zelf niet... Ik plas nooit, maar... Ik zit zelf niet als ik plas. Plas nooit, wat? Oké, hoe ga ik... Oké, als ik dood ga in de nether, word ik zo boos? Ik ga zo hard lachen dan. Want je weet zelf. Oh shit, ik heb ook alle sponsors bij me. Oh echt? Niet doodgaan. Niet doodgaan. Au. Ik kan niet van het eilandje af. Oh shit, ik moet omhoog. Oh, dan gaat het langzaam, what the fuck. Hey, we moeten trouwens hier knolpower neerzetten, hè? Want dat was de bedoeling. Dus we moesten knolpower hebben en dan daartussen lava. En dan een glasplaat. En oké, dan weet ik het al hoe ik het ga doen. Dan ga ik gewoon dit overal zo doen. Ik ben echt bang hier in de nether gewoon. Ja, maar op zich is het niet zo moeilijk. Je moet alleen wat lava halen. Als je geen pikmens aanvalt. Okay, hier kan ik helemaal naar beneden. Okay. Ja, maar ik zit eigenlijk nooit als ik plas. Ik sta altijd, want dat duurt me dan te lang. Vooral als ik dan een broek aan heb en een riem erbij en zo. Oh, verschrikkelijk. Ja. Hey, weet je wat? Mensen hebben echt weinig geduld. Net zoals wat ik nu zeg, dat ik gewoon geen geduld heb om even broeken maar uit te doen. Maar het is op zich ook wel onhandig, hè? Want wij moeten dan broek uit, onderbroek uit. Dan moet je hem goed leggen. Het duurt al echt vet lang. Maar dat is eigenlijk gewoon echt heel erg ongeduldig. En de mensheid is eigenlijk ongeduldig. Ik zie namelijk zo vaak als een spoorboom naar beneden gaat, dan moet je wachten. Nou, iedereen wacht. Maar als die spoorboom weer omhoog gaat, mag je pas lopen, fietsen, rennen, met de rolstoel eroverheen of met de auto gaan rijden. Als je de spoorboom weer helemaal omhoog ziet gaan en als de lampen uit zijn. Maar ik zie zo vaak zie ik mensen alvast rijden, fietsen, rennen, lopen, met de rolstoel eroverheen gaan. Als de lampen gewoon nog aanstaan. En dan denk ik van, jeetje, wat zijn wij mensen... Ik zou zeggen, eerder deed ik dat ook, nu doe ik dat nooit meer. Maar wat zijn wij, of waren wij eigenlijk ongeduldig, hè? Ja, eigenlijk wel. Kan echt niet. Dat is niet normaal. Nee, even een waarschuwing, hoor. Niet zo ongeduldig. Ja, want bij jou is het echt... Iets heftigs gebeurd toen. Ja, klopt. Ja, dat hebben de mensen, als het goed is, die de vlogs kijken, allemaal gezien. Dat er een vrouw al overleden was omdat ze een aanrijding had met een trein hier bij mij in de buurt. Ja, echt super heftig was dat. Geen idee hoe het heeft is kunnen gebeuren, maar nee, het is de politie zei, we doen een onderzoek, maar er is nog steeds niks uit dat onderzoek gekomen. Ze hebben nog steeds niks naar buiten gebracht. Dus dat is heel erg bijzonder en ik ben benieuwd of dat nog wel gaat gebeuren. Oeh. Hey, ik heb het overleefd. Ik ben nu echt terug naar de netherport aan het lopen. Oh, als een baas, jongen. Oh, zo goed in het spel. Oh, kut! Nee, grapje. Het zal het zijn. Oké, dit nog eventjes weghalen. En dan heb ik straks heel veel redstone nodig. Kun je geen infinite lava pool maken of zo? Dat is een hele goede vraag, weet je dat? Moeten we straks even proberen. Hoeveel heb je in totaal? Ik hoop heel veel. 13 emmers. Dat is niet genoeg. Nee, maar meer kon ik nog niet meenemen. Oh, oké. Okay. Meer emmers heb ik niet. Oké, okay. Meer emmers heb ik niet. Ik bedoel, meer mand heb ik niet. Oké, ik ga nog één laag weghalen. En dan denk ik wel dat we het kunnen gaan doen. Oh, hij zei, dan kunnen we het gaan doen. Ooh. Wow, what the fuck? Hier zit gewoon allemaal zand. Wat? Ja, ik heb dan iets in mijn keel zitten. In mijn strot. En dan moet het eruit. En dat weet mijn keel ook. Alleen dan komt het. Alleen dan komt het soms zo nep over. Want dan echt. Al heb je wel eens bij een soort van musical gezeten waar je dan helemaal stil moest zijn. En dan heb je een kriebel in je keel. En dan eigenlijk wil je dan het liefst zo.
Alleen dat doe je dan niet, want de musical is bezig. Dan, als je niest, dat is gewoon alleen maar awkward. Ja, en niest kun je niks aan doen, dat gebeurt gewoon. Klopt. En ik dan wordt het zo heel spannend, zo heel stil. Zo. Dan ken je wel als het geluid zo steeds harder zo. En dan zo. Maar die niest van mij is dan ook nog eens verschrikkelijk hard. Ja, maar jij doet ook nog daarna van. Moet je gewoon opleiden, als Hanser niest, doet hij dan. Fuck jou, Colin. Hutsie! Oh my god, fuck jou. Niet niks. Niets is niks, niet niks, nee. Ja. Nee, als mijn oma niest, jongen, oh mijn god. Dan? Ja, dat is echt. Ik zie. Als je een plank aan door en slaan is met een vlakke hand zo. Het is echt verschrikkelijk. Laat de oma. Nies jij niet zo hard dan? Ik weet het niet. Maar bij mij doet het zelfs pijn als ik nies. Omdat ik zeg maar, ik heb best wel last van hooikoorts. Ja. Dus dan komt het zeg maar wat. Ja, ik weet niet. Ik moet ook best wel veel snuiten. Sprekende daarover, ik heb mijn pilletje nog niet gehad. Oh, je pilletje? Oh, anders word ik zwanger. Oh, echt waar? Ja. Wat is dat toch met zwanger zijn in dit? Ik snap het, weet je wat ik trouwens niet snap? En dat nou. Zag ik op ergens op Facebook of zo, zag ik het voorbij komen van. Waarom moet de vrouw eigenlijk de pil slikken? Want in principe ben je tegen een kogel weer in het vest aan het schieten. In plaats van dat je het geweer gewoon zonder kogels hebt. Dus zeg maar zo dat je niet kunt ejaculeren. Ja. Dat is eigenlijk wel een hele goeie van. Eigenlijk moet een man aan de pil. Ja, maar die is er niet. Nee, maar waarom kan dat niet? Ja. Ja. Maar je hebt verschillende soorten dingen. Je hebt dus een condoom, je hebt een pil, je hebt een spiraal. Je hebt een zaaddodende pasta. En dat wil je niet op je boterham hebben, dat kan ik je wel vertellen. Zaaddodende pasta? Zaaddodende pasta. What the fuck? Daar heb ik nog nooit van gehoord. Niet? Nou, dat is een pasta die smeer je dan zeg maar. Ja, je had vroeger. Ik weet niet meer hoe dat heet. Het is zeg maar een soort. Halve. Zeg maar, het bovenstukje van een ballon. Het bovenstukje van een ballon, ja. Ja. En die wordt dan zeg maar voor de baarmoeder gezet als een soort schild. En dan moet dan zaaddodende pasta op. En dan probeer je weer door te komen! Waaah! Ja, maar dan gaat het allemaal dood. Eigenlijk zijn het van kernwapens. Ja, kernbommen. What the fuck? Interessant, wist ik niet. Wat heb je nog meer dan? Je hebt het vrouwencondoom? Ja, tuurlijk. Je hebt de vuilniszak, je hebt plastic zak, boterhamzakje. Oké, even kijken. First! Oh man, ik was in mijn inventory. En met Knolventory bedoel ik. Knolventory. Oké, wat we... En zijn rugzak. Hey, wat we nu moeten gaan doen, dat duurt wel een tijdje. Maar dat gaan wij gewoon de volgende aflevering doen. We zijn weer heel erg veel verder gekomen. We moeten ook weer even meerdere potion of night visions hebben. Oh, wacht. Laten we dit spelletje weer een keer doen. Is trouwens het water koud? Oh. Het water koud? Ja, het water is zeker koud. Ja. Wacht, dan ga ik even dit doen. Time, set, day, trut. En doe ik even toggle downfall voor al... Time, set, day, trut. Voor altijd, ga weg. Ik wil je nooit meer zien, regen. Kijk. Laten we dit spelletje gaan doen, oké? Oké, even mijn bow pakken. Oké. En dan? Oké, dan ga ik wel als eerst, ja? Oké. De vorige keer ging jij namelijk als eerst. Oké, dan ga ik eerst op die erboven. Oh! En dan op die erboven. Oh, nee! Die ging echt zwaar overheen, gewoon. Oh! En dan deze. Oh, nee! Oh, nee! Oh, what the fuck! Lek! Oké, hoeveel pijlen heb ik nu geschoten? 7. 7? Holy shit. Als ik deze in één keer heb... Oh, mijn god. 8! 9, man. Oh, ja. 9. 10. Yay! 11! Oké, doe jij maar. Je lijkt me af, man. Dat is niet eerlijk. Oh! Ik speel te veel League of Legends, man. Ik probeer te veel te predicten. Dat is niet goed. Oké, ga maar. Ga maar gewoon. Okay. Mag helemaal overnieuw. Mag helemaal overnieuw. Ik doe niks. Oké, kom op, Colin. Je kan het! Of niet! Oh! Oké, je kan het!
Of niet! Oh my god! Of niet! Wat zo'n bonnie! Oh my god! Oh, bitch! 4 schoten hoor, heel knap! Oh, 5! 5, je moet die 10. 6! 7! Oh, je gaat het dan niet meer halen! 8! Nee. Oh my god, ik ga het gewoon slecht als enemy. 9! Ik voel echt een bonnie nu. 10! Oh, ja hoor, 10. 11! 12! What the fuck? 13! Oh my god! 14! En de laatste! Ja hoor! 15, jongen! Ja, dat is een bonuspunt. Yeah, oh, I'm the winner! Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vergeet die blauwe duimpje te omhoog niet. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En ik check jullie morgen om 7 uur. Doei! 60. En veel plezier met feesten! Woo! Knol Power! Knol Power!